Mij spreekt de blomme een tale. Een tekst van Guido Gezelle op muziek van Catharina van Rennes. Bij een andere aflevering in deze serie heb ik al iets over Gezelle verteld of ga ik nog vertellen. Ik weet niet in welke volgorde ze op het web verschijnen. Nu even speciaal over Catharina van Rennes. Zij was zangeres, trad veel op. Ze componeerde. En dat is eigenlijk heel bijzonder, want het werd niet erg toegestaan dat vrouwen componeerden. Catharina van Rennes leefde van 1858 tot 1940 en was bevriend met een andere Nederlandse vrouwelijke componist, Hendrika Tussenbroek. Het was zelfs zo dat vrouwen die konden componeren, dat wel mochten als ze hun werk maar niet publiceerden. Nou, dat is gelukkig allemaal anders geworden. En denk maar aan de vrouw van Robert Schumann, die Clara, die moest ook wel knokken om haar composities voor het voetlicht te krijgen. Allemaal gelukt. Catharina van Rennes behoort nog tot ons collectieve geheugen. Zij had een zangklas voor kinderen waar de jonge prinses Juliana ook in participeerde. Het is een heel mooi verhaal dat ze op het Utrechtse conservatorium kwam en daar liep ze de directeur Johan Wagenaar, de domorganist, tegen het lijf. Wagenaar had daags daarvoor een doctoraat honoris causa in ontvangst mogen nemen. En Van Rennes dacht, ik neem hem ertussen. En ze zei, dag dokter, zonder patiënten. En Wagenaar reageerde bliksemsnel. Van Rennes, niet gehuwd, stelde er hoge prijs op met mevrouw te worden aangesproken. En hij zei, goedemorgen, mevrouw, zonder man. Nou, Nederlandse muziekgeschiedenis in de buurt van de Dom in Utrecht. Het bekendste van Catharina van Rennes is eigenlijk het lied Drie kleine kleutertjes. Zij heeft dat vertaald uit het Engels. En ze heeft er zelf een melodie bij gemaakt. Dit lied op tekst van Gezelle is eigenlijk een ongelooflijke compositie. Het gaat om een gedichtje van 4 regels. Dat is heel erg kort. En het is heel moeilijk om daar een mooi lied van te maken. Een heel kort stuk muziek schrijven is eigenlijk veel moeilijker dan een lang stuk muziek schrijven. En daar is ze ongelooflijk goed in geslaagd. Prachtig samenspel van melodie en harmonie. Toen we het aan het opnemen waren, aan het repeteren waren, zei tegen Nicky van, wat zit daar toch voor stijl in? Het heeft al iets van Edward Elgar. Maar het heeft een heel eigen gezicht. Het lied is waanzinnig kort, zoals ik u al zei. Dat is de reden waarom we het 2 keer zingen. En het tussenspel wat de 2 uitvoeringen van 1 en dezelfde tekst verbindt, is erbij geïmproviseerd. Beetje trachtend in het klankgemiddelde van Catharina van Rennes te komen. Catharina van Rennes, een vrouwelijke Nederlandse componist met een ongelooflijke zeggingskracht. Veel bewondering daarvoor.